Wat is een BV? Een BV is een rechtspersoon en zelfstandig drager van rechten en plichten. Een BV kan dus zelf overeenkomsten aangaan en bezittingen en schulden hebben. Dat houdt in dat bij faillissement van een BV de bestuurders en aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk zijn. De gerechtigdheid tot het kapitaal in een BV is verdeeld in aandelen. Een BV wordt vertegenwoordigd door één of meer bestuurders. De algemene vergadering van aandeelhouders is uiteindelijk de baas in de BV. Een BV wordt opgericht bij notariële akte. De akte van oprichting bevat de statuten van de BV. De statuten zijn de regels waaronder de BV werkt. Meteen na oprichting van de BV wordt de BV door de notaris ingeschreven in het handelsregister. Verder zorgt de notaris voor het aandeelhoudersregister. Er bestaat geen minimumkapitaal meer voor een BV. Vroeger moest het kapitaal tenminste 18.000 euro zijn. Die verplichting is afgeschaft. Tegenwoordig volstaat een kapitaal van 1 euro, bijvoorbeeld verdeeld in 100 aandelen van 1 eurocent. De letters B en V staan voor besloten vennootschap. Tot 1 oktober 2012 moesten de statuten van een BV een zogenaamde blokkeringsregeling bevatten, waarmee werd bereikt dat er alleen een besloten kring van aandeelhouders zou zijn. Die regel is afgeschaft. Aandelen kunnen vrij overdraagbaar zijn en in dat geval is dus een einde gekomen aan het besloten karakter. Toch moeten nog steeds de letters B en V in de naam van de BV voorkomen, zodat voor derden duidelijk is dat met een BV wordt gehandeld.